dan geef ik het woord aan de heer Van, ja, de heer Jansen namens Forum voor Democratie. Ja. Gedonder in de fractie van Forum voor Democratie. Gaat u gaan. Ja, het zijn die ego's, hè? Voorzitter, het referendum van 2018, dat referendum over de sleepwet, toen sprak een meerderheid, een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking zich uit tegen mass surveillance, het opslaan van data, big data van burgers in Nederland. Dat was de zogeheten sleepwet. En het kabinet zei toen van nee, maar niks aan de hand en dat valt allemaal wel mee. En nu blijkt, groot artikel in de Volkskrant, u heeft vast gezien, dat alsnog alles klaar staat voor grootschalig tappen. Met andere woorden, wij zijn destijds voorgelogen. De uitslag van het referendum is ondanks toezeggingen van het kabinet gewoon in de prullenbak gegaan. En het lijkt er dus op dat data van burgers nu alsnog op grote schaal kunnen worden afgetapt, opgeslagen, hergebruikt. En dat is heel gevaarlijk. Dat is in strijd met privacyregels, met de uitslag van het referendum. En u wilt het allemaal op. En daarom wil ik een debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Defensie, want dat is hier het haakje. Het is niet alleen iets dat gaat over binnenlandse zaken, maar het gaat via de bandbreedte van militaire dreiging, defensiezaken. En dat is waarom het zo gemeen en vuil is. Daarom moet hierover een debat. Dank u wel. De heer Bontebal, CDA. Ja. Voorzitter, het is een perfect moment om dat heel snel te bespreken. Namelijk donderdag debat hoofdlijnenbrief Digitale Zaken. Met verschillende ministers. En daar kan dit perfect besproken worden. Dank. Het is de snelste manier om dit te bespreken. Nee, meneer Baudet, we gaan niet door elkaar heen praten. Mevrouw, wilt u horen of u steun heeft? Zeker. De heer, ik probeer nog mensen te overtuigen om het laatste te horen. Ja, we gaan kijken of deze aanpak werkt. Mevrouw Rakowski, VVD. Helaas geen steun en er is zelfs nog een debat waar we het kunnen bespreken. Namelijk 29 juni, dan gaan we het over de inlichting en veiligheidsdiensten hebben. Volgens mij staat dit onderwerp dan ook op de agenda. De heer Omtzigt. Steun, voorzitter. En ik wil ook graag een uitgebreide reactie wat hier nu precies aan de hand is. Welk debat er nou besproken wordt, het is wel degelijk zorgelijk als hele wijken of hele steden afgetapt gaan worden. En tegen de belofte die expliciet aan D66 hier in de Kamer gedaan is. De heer Van Baarle, denk. Ja, voorzitter, ook steun. Volgens mij is het belangrijk genoeg om hier apart over te spreken. En ook omdat er eerder door de Kamer een aantal moties zijn aangenomen die lijnrecht tegen deze voornemens ingaan. Dus zwaar genoeg om hier apart over te debatteren. De heer Eerdmans, ja, 21. Ja, wij vinden het ook zwaar genoeg, mede namens groep van Haga. De heer Gimbis, ChristenUnie. Ja, voorzitter, helaas, de heer Baudet heeft mij niet overtuigd. Geen steun. Ik sluit me aan bij collega Rakowski van de VVD. Mevrouw Dekker, Abdeleuze. Ja, voorzitter, er komt in juni een debat en daarnaast komt er een wetsvoorstel nog naar de Kamer. We gaan het dus plenair ook bespreken, dus geen steun. Mevrouw Riep, PvdA. Ik had mondelinge vragen aangekondigd, uiteindelijk ingetrokken, omdat ik denk, zo'n onderwerp verdient gewoon een debat. Vandaar ook mijn steun. De heer Bisschop, SGP. Voorzitter, ik denk dat het belangrijk is om hier duidelijkheid in te krijgen. En ik wil op dit moment het verzoek om een uitgebreide brief ondersteunen. En daarna, en dat moet voor de zomer allemaal, en daarna wil ik dus bepalen, steun ik een commissiedebat of een plenair debat, dat komt daarna. Mevrouw van der Plas, BBB. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, dus ik steun dit verzoek en ook in aansluiting op wat mevrouw Ariep zegt, die heeft er ook vragen over gesteld, dus lijkt me heel goed om hier een debat over te voeren. De heer Van Nispen, SP. Steun voor het debat, steun voor een uitgebreide brief en dat zeg ik mede namens de Partij voor de Dieren. De heer Dassenvold. Nee, de naam is GroenLinks. Steun voor de brief en het debat. Dus geen meerderheid voor uw wel verzoek. 30 ja. Leden. Ja, wel 30 dus leden. Ik wil het graag op die manier agenderen. Ja. En inderdaad, de brief. De en wat ik wil doen is, nadat de brief is gekomen, want kijk, dit verhaal van ja, er staat al een debat gepland, dat is echt niet afdoende voor een thema dat zo groot is als dit. We gaan het opnieuw echt agenderen als nieuw debat. Maar ik wil het toch wel vast op de rol hebben staan als derde leden. Dat kunnen we altijd nog upgraden. Dank u wel. Zeker.